mogen de schotten opnieuw oprukken. Hey. Vanendalen. Wordt te weinig bewogen bij de Belgen. Dat maakt alles moeilijk. Van Himst. Oh, bijna in eigen doel. Ja, die bal zit. McKinnon raakt daar die bal. En die verdwijnt naast Kroeks en Kinnen doel. Een voorzet van Himst. Is dat iets te kort? Van den Dalen toch nog. En dan Semmeling goed. Van Himst. Paul van Himst. En die wordt dan geduwd. Mooie solo in van Paul van Himst. Paul van Himst. En die bal zit. 2-0 voor België. Prachtige vrijschop van Paul van Himst over de muur en Kroeksang helemaal verrast. En na 10 minuten in deze tweede helft een 2-0 voorsprong voor België. Van Moer. Van Moer. Oh, die wordt gehaakt. En een strafschop. En een strafschop. Van Moer, enig mooie actie opnieuw samen met de 0. En gehaakt. En wie wordt nu de man die deze strafschop moet trappen? Paul van Himst, nee, die wordt er nog even geraakt. Dat wordt een schijnbeweging naar de rechtse hoek. En die zit 3-0. Met nog 6 minuten te spelen. Tweede doelpunt van Paul van Himst. En 3-0 voor België tegen een ploeg. Zoals Schotland, wie had het durven dromen? Zelfs Tremont goed als niet. Ik heb er Van Moer.